Zojuist is de persconferentie van PSV traditiegetrouw op de vrijdag afgerond door Philippe Cocu. Hij had niet heel veel nieuws te melden, behalve dan over zijn selectie. Want volgens Philippe Cocu is eigenlijk iedereen wedstrijd fit bij PSV voor de wedstrijd zondag tegen Vitesse. Behalve Jurgen Locadia. Het is nog onzeker of hij mee kan doen. Mocht dat niet het geval zijn, dan zal Luc de Jong ongetwijfeld weer in de spits staan. Verder wil ik nog iets uitlichten dat hij zei over de wedstrijd van gisteren tegen FC Volendam. PSV bekert door, weliswaar. Was het geen al te leuke wedstrijd om naar te kijken, al zeg ik het zelf. Philippe Cocu had daar een iets andere mening over. Ik denk dat we, en dat klinkt misschien raar, maar we hebben natuurlijk niet de beste wedstrijd gespeeld, maar het was ook niet slecht. De intentie was er, de instelling, misschien een enkele speler, maar bijna iedereen, die ging er voor de 100% voor. We hebben ze meteen onder druk gezet, we wilden ze niet laten voetballen. Eigenlijk continu op hun helft veel balbezit gehad. Alleen, ja, wat doe je in balbezit en hoe creëer je mogelijkheden? Daar zijn we niet zo goed mee omgegaan. Later in de wedstrijd werd het wel beter. Dus we laten wel zien dat we op een gegeven moment wel de oplossing gaan vinden. Alleen ik vond dat het wel te lang duurde. En uiteindelijk zo lang dat er nog een verlenging aan te pas kwam.